Suriname maakt zich gereed voor deelname aan de klimaatconferentie COP28 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. President Chandrika Prasad Santokhi zal deze editie van de Conference of Parties ook bijwonen, aan het hoofd van een delegatie bestaande uit onder meer de ministers Marciano Dassai van Rom en Albert Ramdin van Bibis. De delegatie vertrekt op 29 november en keert op 5 december terug. COP is de jaarlijkse klimaatconferentie waar wereldleiders samenkomen om te onderhandelen over aanpak van klimaatverandering. De behandeling van de strafzaak tegen de verdachten G. Kromosuto, G. Hewaki, B. Jurgens, R. Putter, J. Ten Berge en W. Sarjo is op 15 november voortgezet door de kantonrechter. De officier van justitie heeft de kantonrechter gevraagd om het preliminair verweer in de zaak tegen de verdachte Putter te verwerpen met als conclusie dat de dagvaarding volledig is. Hierna heeft de kantonrechter beslist op de verzoeken tot opschorting, casu quo opheffing van de voorlopige hechtenis van de verdachten Jurgens, Kromosuto en Hewaki. De verzoeken zijn afgewezen. De volgende zitting is op 19 december 2023. De directeur van Openbaar Groen en Afvalbeheer, Inder Singh Gangabisun Singh, heeft samen met zijn directieteam op 21 november een werkbezoek gebracht aan het district Nikeri. De aanleiding voor dit bezoek was de noodzaak om enkele urgente vraagstukken aan te pakken en passende maatregelen door te voeren. Het directieteam heeft in Wageningen een verantwoordelijke persoon aangesteld voor de gang van zaken in het resort. Deze functionaris zal tijdelijk leiding geven en samenwerken met de chef van Openbaar Groen en Afvalbeheer in Nikeri.